Tuur Dirks, laat me beginnen met te zeggen, wat een match. Ja, ongelooflijk. Wat een wedstrijdscenario ook. We komen achter door eigenlijk een penalty die we te gemakkelijk weggeven. En nadien, ik denk dat we 3/4 van de wedstrijd gewoon onder controle hebben. We zijn aan het drukken voor de gelijkmaker en dan scoren ze op de counter 0-2. Spijtig. Maar ik vind dat we daarna nog blijven voetballen en dat we altijd kansen proberen te creëren en dat we die ook creëren. En dat we de kans hebben op eigenlijk eerst 1-1 en daarna 1-2 en dan ook 2-2 die ik zelf persoonlijk mis. Ja, dan weet je, als je altijd gaat drukken en je achteraan om op manga speelt, dat je tegenaanval een goal kan slikken en dat gebeurt dan ook. Ja, maar het is zoals je zegt, zelfs bij die 0-2, we dachten even de kopjes die gaan blijven hangen. Maar toch, we zijn er keihard blijven voor vechten, jij ook. Hè? Ja, we zijn blijven voetballen en ik denk dat we nog altijd de betere ploeg waren, ondanks de achterstand. We hebben ook kans gecreëerd en ik denk dat we op de juiste moment hebben de kansen laten liggen. En dan krijgen we een tegengoal die vermijdbaar is. Ja. Dit moet toch moed geven voor de komende matchen. Oké, we hebben die 3 punten niet. Het is weer zuur natuurlijk, maar toch. Ja, het is zeker zuur omdat we zaterdag op Westerlo eigenlijk ook veel meer verdienen dan die nederlaag. Maar inderdaad, het spel en de manier waarop we hebben gespeeld, verdienen we veel meer. En ik denk dat we dat moeten meenemen naar de volgende wedstrijd en dat dan het resultaat wel vanzelf zal komen. Ik denk dat iedereen akkoord zal zijn met te zeggen van kijk, we hebben de supporters een fantastische match gegeven. Hè? Ik hoop het, ja. We hebben er alles aan gedaan als ploeg. En ik zelf ook. Alleen spijtig, ik vind het heel spijtig van het resultaat, want ik denk dat er meer in zat. Maar kopjes omhoog en we gaan op naar de volgende wedstrijd. Hè. Hoe gemakkelijk is dat, die kopjes terug omhoog? Ik moet zeggen, ja, dat is natuurlijk niet leuk, hè. Ook niet in de kleedkamer. Ja, iedereen is een beetje te neergeslagen en ook omdat we zeker alles hebben gedaan en dat we eigenlijk meer verdienden. Maar ik denk, eens dat we morgen terug op trainingsveld staan, dat we dan de knop wel zullen omdraaien en dat we dan wel vooruitkijken naar de volgende wedstrijd die er al snel komt zaterdag. Dus dat is eigenlijk wel positief dat we niet veel tijd hebben om ons te herpakken. We moeten denken aan de manier waarop dat we gespeeld hebben en de manier waarop dat we het publiek verwend hebben. Hè? We moeten vooral dat gevoel vasthouden van hoe dat we hebben gespeeld en inderdaad hoeveel plezier dat we hebben gemaakt. En ook de supporters die achter ons stonden moeten dat gewoon meenemen naar Cerkelen. En dan gaan we daar 3 punten pakken en dan zijn we terug vertrokken. Die 3 puntjes hebben we nodig. Hè? Ja, die hebben we nodig, maar die gaan we pakken.